Hoi allemaal, welkom op mijn kanaal. Volgende week beginnen de scholen weer hier in Brabant. Dus ik wilde voor jullie een back to school video opnemen. Met een hele makkelijke ooglook die jullie de eerste dag kunnen dragen. Of als jullie heel weinig tijd hebben. Want ik weet nog uit mijn schooltijd dat dat meestal het geval was. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben en dat jullie het leuk vinden. En dan wil ik jullie veel plezier wensen met het kijken. Ik kan mijn budget eye primer niet vinden, dus ik gebruik hier de Soft Oakley Paint Pot van MAC voor. Deze is niet echt budget, maar je kunt natuurlijk gewoon de budget variant van Essence of Catrice gebruiken. Gebruik telkens een heel klein beetje en bouw de kleur op tot de intensiteit die jij wil. Zo gebruik je niet meteen te veel en kun je altijd stoppen als je het genoeg vindt. Je kunt het zo laten of je kunt een liquid liner toevoegen. Ik gebruik hier die van Catrice, de liquid liner. En dit is gewoon echt mijn favoriet. Ik gebruik deze altijd ook als ik alleen maar high-end producten gebruik. Dus ga zeker even kijken, want hij is 2 of 3 euro. Als de liner droog is, kun je alle liner die op je wimpers terecht is gekomen eraf halen. Je kunt natuurlijk kiezen voor nepwimpers. Ik droeg nooit nepwimpers op school, dus dat ga ik vandaag ook niet doen. Ik gebruik vandaag wel krul ik natuurlijk heel even mijn wimpers. Ik heb de look afgemaakt met wat blush en wat highlighter. Het is een hele erg makkelijke, snelle look. Ideaal voor een eerste schooldag of gewoon voor als je niet zoveel tijd hebt in de ochtend. Je kunt alles weglaten, je kunt de eyeliner weglaten en dan ziet het er nog steeds heel leuk uit. Ik hoop dat jullie hier wat aan hadden en ik hoop dat jullie een hele leuke eerste schoolweek hebben. En mochten jullie dit soort video's leuk vinden, doe dan zeker de duimpjes omhoog. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!